Goedemorgen. Wat vindt u? Vindt u inderdaad dat er nog een ander signaal moet komen vanuit die regering? Of is het belangrijker dat ze de maatregelen gaan nemen die ze onder meer gisteravond hebben aangekondigd? Persoonlijk vind ik dat ze weinig geloofwaardigheid heeft nog de regering. Ik voel mij belogen. Ik zat woensdag in de Kamer en er is gezegd, ja, hij was onder de radar en de politie wist niks van niks. Justitie wist zogezegd van niks. De enige die zei van ja, hij zat eigenlijk de hele tijd op de radar, dat was Nicole de Moor. Die zei ja, bij dienstvreemdelingenzaken kennen we hem sinds 2019, omdat hem daar asiel heeft aangevraagd. En toen kwam hij wel elke 3 maanden op de radar. Dus ik denk eerlijk gezegd, als ik eerlijk mag zijn, dat Nicole de Moor gewoon de waarheid heeft gezegd en al de rest heeft gewoon rond de pot gedraaid. En dat komt nu allemaal uit. Dus voor mij heeft Vincent van Quickenborne de juiste beslissing genomen. Ook al is dat natuurlijk bijzonder tragisch, hè, want ja, daar kan je zelf niks aan doen, maar dat is wel een concept van politieke verantwoordelijkheid. Maar Annelies Verlinde, ja, je kunt niet beweren dat die onder de radar zat als de politie gewoon bij de Tunesische politie zelf informatie kwam opvragen, dat hem al een maand gesigned was. Ik voel mij belogen als parlementslid, als Kamerlid, met het meeste stemmen van alle 150. Ik voel mij belogen en ik denk dat de Vlaming zich ook een stuk belogen en bedrogen voelt. Dus dat gevoel gaan ze toch moeten proberen weg te nemen. Nu, ze gaan dat proberen wegnemen, onder meer met een databank. Dat is iets wat u vroeger ook al hebt gevraagd. Dus op dat vlak moet u dan waarschijnlijk toch wel ergens tevreden zijn dat dat er nu komt, dat die uitwisseling van gegevens, dat het opvolgen van wie er illegaal is, beter zal gebeuren. Ja, maar dat is super interessant. Ik vind het onwaarschijnlijk interessant hoe dat blijkbaar die kern geëvolueerd is naar een verhaal waarbij men op dit moment zegt dat men een illegale register gaat aanleggen. Ik heb dat nooit binnengehaald, een illegale register. Misschien moet u eens misschien zou beter Paul Magnet hier in de studio zitten en de man van Ecolo, die voorzitter Nollet. Vraag eens wat hij daarvan denkt. Ik denk niet dat er een illegale register gaat komen, mevrouw. We hebben zelfs Thomas Dermin, dus we zullen het zeker vragen. Ja, maar vraag het maar zeker en zet het maar in vet in uw uitzending. En vraag misschien ook eens of dat er een woonsbetraining gaat komen. Ja. En of er een echt terugkeerbeleid gaat komen. Dit is gewoon allemaal niet waar. Ja. Dus nochtans, beste kiezer in Vlaanderen, alles wat ze nu beloven, dat gaat er dus niet komen. Er komt geen woonsbetraining, er komt geen strenger terugkeerbeleid, er komt geen extra investering in de gerechtelijke sectie van DWZ en actieve opsporing van het illegale. En er komt helemaal geen illegale register. Ja. Schrijf het in het vet, het gaat nooit naar het parlement komen. Dit is allemaal gewoon, dat zijn praatjes om hun vel te redden, er komt niks van in huis. En deze regering is heel leugenachtig op dit vlak. En de Vlaming gaat daar in juni wel zijn gedacht van. Nochtans, wij hadden hier daarnet Conor Rousseau heel fel en overtuigd. Die wel zegt van ja, die woonsbetredingen laten we daar nu niet flauw over doen. Ook wat de PS betreft, men moet daar maar in meegaan. Hij wil zelfs overwegen om toch, was beslist, omdat mensen die hier illegaal verblijven, maar met een gezin, dat die niet kunnen opgesloten worden. Ook daarvan zet hij toch terug de deur op een kier. Natuurlijk, inderdaad, jullie vragen allebei dat die Kamercommissie zo snel mogelijk terug samenkomt. Maar als ik jullie allebei hoor, dan denk ik, ja, jullie geloven toch niet wat die regering pretendeert te zullen doen, meneer Franke. Dus wat heeft dan nog het nut van zo'n Kamercommissie? Want de voorstellen die ze doen, vindt u eigenlijk op zich wel goed, maar u gelooft toch niet dat ze zullen uitgevoerd raken. Nee, ik hoop dat ze mijn ongelijk bewijzen de komende weken, maar ik geloof dat niet. Daarvoor zit ik al iets te lang in de wedstrijd en ken ik iets te goed ook de Franstalige publieke opinie, die hier absoluut virulent tegen is, dus tegen al die maatregelen. Dus dat gaat volgens mij absoluut. Wat is dan het nut van een Kamercommissie? En ik vind, ik ga direct antwoorden, maar ik vind persoonlijk ook dat illegale register dat wordt aangekondigd, wat ik niet goed begrijp. Op dit moment, als de politie in Lübeck of de politie in Brussel of weet ik veel, iemand aanvat, of iemand vat die illegaal op het grondgebied is, dan gaat die al sowieso in EVIBEL, dat is een databank voor illegalen. Dat wordt al geregistreerd. Het gaat dan eigenlijk alleen nog over die restcategorie van mensen die nooit geen enkele verblijfsaanvraag hebben ingediend, wat dat voor Abdeslam niet zo was, want die had een asielaanvraag in België lopen en ook die zat sowieso in de Europese asieldatabank. Dus ook daar is het me niet helemaal helder wat ze juist willen. Hè. Dus ze kondigen dingen aan gisterenavond, maar is daar wel allemaal goed over nagedacht. Nu, die Kamercommissie, ik heb een aantal vragen. Hè. Ik denk ook een aantal vragen rond de opvolging van buitenlandse zaken. Hè. Dus Tunesië vraagt 15 maanden geleden een uitlevering.
Heeft diplomatie dat voldoende opgevolgd? Onze ambassadeur in Tunesië. Heeft de FOD Justitie ook voldoende aan het pakket herinneringen gestuurd om te zeggen van ja, heb je daar eigenlijk al een antwoord op? In welke kast ligt dat? Want ik heb begrepen dat dat in de verkeerde kast lag. Hè. Hoe slecht kan het lopen daar? Dus op dat vlak toch heel wat vragen. Maar als u mij vraagt, gaat de regering onder leiding van Alexander De Croo met deze zeven partijen, gaan die echt voor een echt terugkeerbeleid en voor een stingerbeleid op vlak van opvolging illegale, naar aanleiding van deze aanslag, dan zeg ik u heel duidelijk, daar gaat niets van in huis komen. Okay. En ondervraag me alsjeblieft begin juni, net voor de verkiezingen, dan kan de kiezer daar ook zijn gedacht van maken. En dan zijn ze ook goed geïnformeerd door de openbare omroep. Ja, we zullen jullie zeker, denk ik, nog voor 9 juni hier in onze studio's zien.